De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Sjane, ik moet je nu spreken. Menno, ik heb het je al gezegd, ze is er niet. Waar is ze dan? Luister nou eventjes. Het heeft geen zin, het is voorbij. Ik moet dat spreken en ik eis een verklaring. Menno, nog één keer, je kan er niet spreken, want ze is er niet. Waar is ze dan? Bij Daniel? Nou, dat weet ik echt niet. En ik begrijp heus wel hoe je je voelt. Maar laat het nou voor wat het is, waar of naar wie ze ook toe is gegaan. Ze bewaar dat begripvolle toontje voor je patiënten. Sjane heeft me mooi vergek gezet voor die kerk. En ze is verdomd goed ingeslaagd. Dat is toch al die tijd van plan is geweest. Dat is niet waar, Menno. Sjane zou je nooit opzettelijk kwetsen. Je hebt toch al die journalisten wel gezien, hè? Nou, die staan gewoon te wachten op een schandaal. En ze laten geen span van mee, reken daar maar op. En wie gaat er vrij uit? Sjane Dekker. Want wie is Sjane Dekker? Wie kent Sjane Dekker? Oké, het is waar dat het voor jou het vervelend is. Het zal ook niemand ontkennen. Maar jij kan het haar niet kwalijk nemen dat ze nu eindelijk de waarheid onder ogen heeft durven zien. En ze weet er nu dan later. De waarheid? Ik hoop dat ze stikken in die waarheid allebei. Ja, ik wou dat ik erbij was geweest. Dan waren wij tweeën zo doorgegaan naar het altaar. Je maakt overal een grap van. Waarom niet? Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Maar wat gaat er nou gebeuren? De toekomst blijft een verrassing. Tania, wees nou eens een keertje serieus. Wat mijn vrienden in godsnaam wel niet denken. Hoe kan jou dat nou schelen? Je hebt me niks verkeerds gedaan trouwens, waar gaat het dan aan? Al die cadeaus, ik geneer me gewoon dood. Weet je wat je doet? Jij vertelt gewoon iedereen de waarheid. En iedereen die dat niet accepteert, die gunt je je geluk niet. Zo simpel is dat. Maar weet je, het was niet eens zo'n bewuste keuze. Ik stond er in die kamer, in vol ornaat op het punt om weg te gaan. En toen besefte ik ineens dat ik een verschrikkelijke fout maakte. Ik heb me zo laten meeslepen, ik weet bij God niet waardoor. God, die arme Menno. Hoe moet hij zich nou wel niet voelen? Hé, hey, dat zou je ook aan mij kunnen vragen. Hoe denk je dat ik mij gevoeld heb de afgelopen weken? Ja. Wie is voor al dat onheil verantwoordelijk? Sjane Dekker. Nee, doe maar, natuurlijk niet. Zelfs Menno zou moeten toegeven dat een huwelijk waar je niet zeker van bent geen bestaansrecht heeft. Is het toch zo? Wat gaan wij nou doen? Laten we het daar nog maar eens over hebben als het hier een beetje rustig is. Maar ik laat wel de man in de steek met wie ik zou trouwen voor jou. Hè? En zeg je alleen maar dit. Moet ik? Zoals jij je nu voelt ben je veel te kwetsbaar. Liever, ik ben misschien gek, maar ik wil je niet iets opdringen waar je later misschien spijt van krijgt. Ik hou van je. En ik hou van jou. Alles op zijn tijd. Niet alleen toch naar Simon. Ik zie al die blikken al voor me. Hé, hey, ik ga met je mee. Tuurlijk. Is het allemaal zo simpel, maar... Tuurlijk, zo simpel is het. En anders verstop jij je gewoon achter mijn brede rug. Nee, mevrouw Dekker heeft hierop geen commentaar. Hoort u niet wat ik zeg? Geen commentaar. Wat een ramp. Hoe kom je erbij? Dat was een journalist van een of ander roddelblad. Wil dit tot voorpagina nieuws bombarderen. Maar heb je enig idee waar Sjane is? Nee, ik weet het niet. Ik vermoed bij Daniel. Als Menno zich nou maar weet in te houden, hè? De manier waarop hij de kerk uitstormde, razend was hij. Gelukkig kan Simon Sjane een beetje in de gaten houden. Geen commentaar, zei ik toch al.
Oh, sorry, Peter, ben jij het? Grote god, zeg, al die journalisten, wat een gekkenhuis. Ja. Is Sjaan al boven water? Niet dat ik weet. Er was ook een fotograaf bij, man. Ik kom in een krant, yeah! Dani, alsjeblieft. Ja. En ik dacht nog dat hij zich zou vervelen. Wat is er met die mevrouw Dekker, man? Waarom was ze er niet? Ja, ze is even niet lekker geworden. Ze had opeens geen zin meer om te trouwen. Ik ga nu maar, hoor. Ik denk dat Sjaan, als ze thuis komt, wel wat beters aan haar hoofd heeft... dan om dan de menigte hier uitleg te moeten geven. Kom, schat. Oké. Okay. Nou, dan zie ik je straks wel. Ja, dag. Nou, als Peter zit ook in de problemen, alsof we er nog niet genoeg hebben. Ja, ik kan je wel een lift geven. Oh, god, mijn auto is helemaal vol met die hapjes voor de receptie. Zeg, waarom brengen we die niet naar het opvangcentrum? Kan dat, denk je? Ja, anders bederven ze toch maar. Ja. Het enige vervelend is dat de koelkast daar weer kapot is. Nee, dan laat... wees dan eerst naar mijn huis brengen. Neem ik ze later mee. Wacht, hier heb je een sleutel. Maar jij rijdt dus niet mee? Nee, nee, ik blijf nog even hier. Ik denk dat Sjaan wel wat steun kan gebruiken. Doe nou niet zo stom. Jullie zijn toch veel te jong om te gaan samenwonen? Dacht ik het niet. Altijd hetzelfde. Je kent het kind net 1 week. Man, we zijn verliefd. Nou, daar begrijp jij natuurlijk niks van. Oké, jullie zijn verliefd. Dan hoeft er niet meteen te gaan samenwonen. Je hebt net 2 dagen een baan, Mickey. Dat is toch geen basis? Leer elkaar eerst eens een beetje kennen. En wat denk je dat die ouders van Nancy wel niet zullen zeggen? En Harmsen. Met dat baantje kan ik voorlopig genoeg voor ons tweeën verdienen. Ja, ja. En als je er anders over denkt, dan bekijk je het maar. Nou, dank je. Hoi. Hey. Lekker gewerkt? Ik heb je gemist. Ik jou ook. Nou, je doet het ergens anders. Ik hoorde net van een jongen hier buiten dat mevrouw Helmink is getrouwd. Klopt dat? Er is helemaal niemand getrouwd. En over trouwen gesproken, wat jullie nou van plan zijn? Dat is wel even erg als die Harmsen. Ah, je moet, ja. Ah, meneer Harmsen, wat kan ik voor u doen? Ik wil jou even spreken, als dat kan. Ja hoor, alles goed met u? Ja. Ik zou graag willen weten wanneer dit nou eindelijk is afgelopen, al deze flauwekul. Ik krijg kwaaie telefoontjes van je ouders. Als u zo gaat beginnen, ben ik meteen weer vertrokken. Meneer Harmsen, ik kan het u maar beter meteen zeggen. Nancy en ik gaan samenwonen. Jullie gaan wat? Ben jij krankzinnig? Is dat een ideetje van jou? Ik probeer het juist uit hun hoofd te praten. Dan moet u eens goed luisteren. Opvangcentrum met Peter Kelder. Ja, hallo. Is Helen Helmink daar? Nee, die is er niet. Kan ik een boodschap doorgeven? Het is een beetje moeilijk. Het is nogal persoonlijk. Zeg maar dat David heeft gebeld. Ja, zal ik doen. Trouwens, ze is thuis te bereiken. Zal ik het nummer even doorgeven? Nee, ik heb het al, dat heb ik al. Bedankt. Oké, dag. Als jullie nou eens ophouden met schreeuwen, dan komen we misschien een stukje verder. Jij hoeft mij niet te bevelen, Kelder. Ik ben benieuwd of Helen hiervan op de hoogte is. Maar ik weet zeker dat ze deze onzin niet zou tolereren. Het is in dit land gelukkig nog altijd verboden om minderjarigen bij hun familie weg te halen. Tenzij ze dat zelf willen. En nou heb ik er schoon genoeg van, Mickey, oprotten. En Nancy blijft hier. Ik zei het je toch? Even ergens Harmsen. Ik zeg nooit meer wat tegen jou. Verrader,